Aanstaande donderdag 2 november speelt Vitesse tegen het Belgische Zulte Waregem. Die dag wordt het gele rijdersplein weer omgetoverd tot fanzone. De supporters van de Belgische Zulte Waregem krijgen hun eigen plek. Naast een gezellig sfeertje zullen er biertappen, tv-schermen en DJs zijn om de fans die geen plekje hebben in het stadion te vermaken. De gemeente verwacht zo'n duizend fans uit België, waar het inmiddels herfstvakantie is. Na verwachting zullen de fans er een dagje uit van maken. Om te zorgen dat de Belgen massaal naar het gele rijdersplein gaan, wordt er op donderdag in het centrum gevlaaid. Daarnaast zijn de supporters van Zulte Waregem al geïnformeerd over de fanzone op het gele rijdersplein.